tandenborstel. Ik maak hem niet nat. Kom eruit. Oké, dit is creepy. Grapje! Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sarella. Het is vandaag vrijdag. Als jullie dit zien, is het zondag. En laten we deze dag maar snel beginnen. Ik ga nu eventjes naar de wc. Daarna ga ik mijn video editen, renderen, uploaden. En lekker wat eten en eventjes mijn hondjes uitlaten. Dus het is een beautiful day. Het is weer herfst weer. Helemaal top. Laten we deze dag beginnen. Ik heb gestofzuigd en gedweld en de was is nu bezig. Ik heb een lekker ontbijtje voor me gemaakt en een lekker lunchje voor me gemaakt. Een broodje ei met ham en een cracker met smeerworst. En ik ga nu even wandelen kijken op YouTube. Even mijn wachtwoord doen, zo. En ik heb weer een nieuwe foto geplaatst op Instagram. En ik krijg echt heel veel leuke reacties van mensen. Dat ze de foto's mooi vinden en ik vind het gewoon leuk. En natuurlijk niet te vergeten een glas melk, dat was ik vergeten te zeggen. En ik heb net lekker keihard de muziek aangezet toen ik ging schoonmaken. Dus het huis is ook weer schoon. Ik ga nu lekker wat eten, want ik heb de hele tijd nog niks gegeten. En dat is heel erg slecht voor je. Het is nu al inmiddels 2:30 alweer. De vlog staat inmiddels ook online. Ik heb ook geen zorgen om te maken. Dus ik ga nu even lekker chillen, even eten en wandelen kijken. Kennen jullie nog dat ik van die zwarte nagels had? Het is er niet helemaal vanaf. Het is nog steeds acrylnagels wat ik op heb. Alleen, ik wil nu mijn nagels helemaal opnieuw gaan lakken. En in het begin had ik gewoon deze kleur eroverheen gedaan. Maar dat zag er gewoon niet uit. Ik dacht bij mezelf, weet je wat, ik hou gewoon alle lak er vanaf. Dat heb ik nu gedaan. Ik moet eerst even mijn handjes wassen en dan ga ik weer opnieuw mijn nagels lakken. En ik ben echt goed bezig, want 2-3 dagen geleden moest ik dit allemaal doen thuis gaan maken. Stofzuigen, was doen, nagels lakken. Heb ik het niet gedaan en vandaag heb ik het allemaal gedaan. Dus ik voel me echt heel erg goed. Ik heb alles gedaan wat ik moet doen. Ik moet alleen nog even mijn nagels opnieuw lakken. En ik ben gewoon ondertussen gewoon een beetje YouTube aan het kijken. De hondjes die zijn er lekker aan het liggen. En het is eigenlijk gewoon voor mij nu een beetje wachten dat iedereen thuis komt. En dat we gaan eten en wat we eten. Het is vrijdag, dus we eten patat. Dus eigenlijk dat weet ik dat wel. Maar wie er mee eten? Ik heb de was net in de droger gedaan. Hallo schatje. Hallo moefje. En ik heb mijn nagels gelakt. Het is rood een beetje. Mensen die is om 5 uur klaar met werken. Mijn vader volgens mij ook, maar dat weet ik niet zeker. Het is vandaag vrijdag. Als jullie het zien is het zondag. Het is ook om 5 uur klaar. Ik moet nog eventjes de pan opruimen. En dit nog allemaal opruimen. Ik moet dit nog een keertje schoonmaken. Ik kom even nieuw te naam, maar dat even schoonmaken. En dan ben ik letterlijk even gulle klaar voor vandaag. Ik heb echt onwijs veel gedaan vandaag. Alleen de vogels moeten nog even eten en wat water. Maar dat mag mijn vader lekker doen. Ik vind dat ik het wel weer genoeg heb. Ik heb die Jello Shower Gel van de Lush. Dat is deze. Alleen die moet je... Wacht, ik ga het jullie wel gewoon laten zien. Het is een beetje een moeilijke wijze om dit te laten zien. Maar ik kan het beter laten zien en uitleggen. Ik wil nu eventjes lekker gaan douchen. Kom eruit, het komt er niet uit. Oh, daar kwam het. Ik zet het af hier. Kijk, ik heb van die Jello echt dat puddingachtige shower gel van de Lush. Het heet Whoops. Ik heb het ook laten zien in mijn vlogs. En het is shower jelly. Tada. Alleen, ik wil niet met zo'n hele grote stuk in de douche gaan en dan
mijn eigen wassen. Dus ik heb in de verleden keer heb ik het al, zeg maar, een stuk afgesneden. Dat kunnen we wel beter zeggen. En die vrouw zei van, ja, je kan het beter in de helft snijden dan de ene helft meenemen. De andere helft gewoon in het bakje laten. Maar ik dacht, ja, waarom moet ik zo'n grote bonk meenemen? Dus als ik ook genoeg heb aan een klein stukje. Dus nu wil ik deze gaan snijden. En dat doen we gewoon zo. En dan gewoon, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Shit. Zo, eigenlijk dat we niet meer kunnen. En dan, oké, nu weet ik dat ik twee stukjes heb. Kijk. Heb ik gewoon een heel dun slijsje. En ik heb die grote bonk. Nou, die grote bonk die ga ik natuurlijk niet gebruiken, want ik wil niet dat het nat wordt. Dus dat doen we weer terug zo in het potje. Oh, je handen ruiken er ook echt helemaal naar. En dit is dan waar ik me mee ga douchen. Maar ik vind het alsnog een groot stuk. Want zodra ik hiermee in de douche ga, het wordt zo erg slijmerig. Ik zit echt de hele tijd zo te doen. Dus dan snij ik het nog een keer. En waar ik het mee snij, vraag het me niet. Dan gaan we nog een keer snijden. Ik zal eens kijken of ik het dichtbij kan halen. 1 en... Tadaa! Nu heb ik twee stukjes. Dit is eigenlijk ook nog wel een heel groot stukje. Maar als je het nog kleiner gaat maken dan dit, dan ga je het sowieso verliezen. Het is echt, zodra het in de douche komt, je zit echt heel de tijd zo. Dus ja, ik wilde jullie dit gewoon eventjes vertellen. Het is hartstikke lekker spul. Het is ook echt heel fijn om jezelf ermee te wassen. Maar het is zo jelly. Het is echt gewoon pudding. En het plakt ook echt wel goed. Maar het is zo... Oh, het ruikt zo lekker. Dus ik ga me nu lekker douchen. Ik heb heerlijk gedoucht. En bijna altijd na het douchen doe ik mijn poriën van mijn neus eventjes weghalen. Dat doe ik op een hele aparte manier. Al zeg ik het zelf. Ik heb dan een tandenborstel. Deze gebruik ik ook echt alleen voor mijn neus. Voor mijn gezichtshalte hier. En dan gebruik ik gewoon zo'n charcoal masker van. Met suiker en zo. En omdat ik net heb gedoucht, zijn mijn poriën open van de warmte. En dan doe ik dat gewoon een beetje op het tandenborstel. En dan ga ik gewoon zo mee over mijn neus heen. En dat haalt alle de kopjes weg en alle vieze poriën. Dus ik kan het jullie wel eventjes laten zien. Ik hoop dat die... Nee, dat gaat niet lukken. En wat ik dan doe is gewoon een tandenborstel. Ik maak hem niet nat. Het is gewoon een droge tandenborstel. Gewoon een normale tandenborstel. En dat doe ik gewoon een beetje overheen. Zoiets doe ik overheen. En dan doe ik gewoon zo. Ja, we gaan die boodschappen doen hoor. Oké. Okay. Heb jij zo gemaakt? Ja. Oké, okay, ja, bedankt. Asja. Maar ik ga die boodschappen. Wil jij mijn kaart hebben? Ja. Oké. Okay. Wil je nog wat voor bos hebben? Ik heb al dingetjes opgeschreven. Oké, is goed. Wel onder. Ja, goed. En als ik dan denk dat het te weinig is, heel je tandenborstel wordt wel zwart. Daarom zeg ik gebruik niet je normale tandenborstel. Ik heb echt gewoon een aparte tandenborstel ervoor. En voor de mensen die dit ook willen doen en denken, ja, welke moet ik dan hebben? Ik heb gewoon deze. Die komt gewoon van de Kruidvat zelf. En dan ga ik gewoon nog een keertje overheen. En het doet helemaal geen pijn. Je hebt het eigenlijk zelf in je handen. Hoe harder je... Zagen jullie dat? Hoe harder je drukt, hoe pijner het doet. En ik... Laat het gewoon een beetje over mijn neus heen scrollen, rollen. Doe het ook altijd een beetje hier zo. Waarom word ik ineens zo donker? En dan lijkt het, ja, is dat beter. En als ik daarmee klaar ben, pak ik een washandje en doe ik het met lauw water. Dan haal ik het gewoon allemaal weer weg. En het werkt ook echt daadwerkelijk heel erg goed. De neus wordt er wel een beetje rood van. Oh, pumpje van mijn neus. En dan zijn we klaar. En dan ga ik het nu gewoon... dan ga ik het nu gewoon eventjes met een washandje eraf doen. Gewoon een beetje met lauw water. Jullie weten hoe het moet. Ik kan helaas mijn camera niet daar ergens opzetten, want dan valt die. Dus daarom zet ik hem even hier neer. Maar dan ga ik het nu even schoonmaken. En dan is eigenlijk je poriën gereinigd. Guys, ik ben naar mijn kamer toe gerend. Ik fluister een beetje. Mijn broer is net thuis gekomen. Met zijn vriendin samen. En ik ga hem proberen te laten schrikken. Vraag me niet hoe, maar... Het gaat me lukken, kom mee. Oké. We zitten nu in mijn studiokamer. Hallo?
Heb jij je eigen feest wel eens gezien? Dat je erbij is. Ik ga het helemaal dood. Heb je jou ook al eens gezien? Moet je ruiken. Zo. Oh, maar dit ruikt lekker. Ja. Ruikt moet je het stukje pakken wat daar ligt en dan moet je het voelen hoe glibberig het is. Eeuw. Dat zijn stukjes. Nee, dat heb ik zelf gesneden. Jij hebt vieze handen. You. Maar als je er wilt, daar in die douche ligt een stukje, daar kan je mee wassen. Er is niks mee gebeurd. Nee joh. Want ik heb met dit stukje gewassen. Ja. En het blijft ook echt goed op je huid zitten. Want zo, ik maak hem open. Zo. Dan denk je even van... Van wat? Maar als je het gebruikt, moet je het echt zo in je hand leggen. Want het glipt echt door je handen heen. Het wordt echt glibberig. Ah. Alsof je een condoom in je hand hebt met heel veel glijmiddel. Zo moet je het vergelijken. Wat is nou weer? Nou... Even waar, hè? Gewoon, dat is toch een beetje te vergelijken met dit. Zo ontzettend. Ja, het is pudding. Ja, dan kunnen we lachen. Als je het laat vallen. Ik wil wel je review horen, wat je ervan vond. Ja, is goed. Maar doe het wel als je alleen in de douche bent. En niet als je met een andere persoon in de douche bent of zo. En dan heb ik het niet over jou en wel. Maar bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld gaat en je laat het vallen. Dat wil je niet. Hè. Je moet nooit een zeepje laten vallen in de douche. Ik zit niet op voetbal, dus ik kan nooit niks meer gebeuren. Nee, maar je weet het nooit. Nou, wel eens snapt we niet. Ik snap. La. Mm. Wij zitten inmiddels al te eten. Ik ben helemaal vergeten om te vloggen. Ik dacht eraan. Ik dacht, shit. Nog vloggen, dus ik heb patatjes met mayonaise, pindasaus en uitjes. Nijden heeft patatjes met pindasaus. En... Wat? Kortsluiting. Ja, dan moet je mee uitkijken met kortsluiting. En we doen nooit, tenminste, vroeger deden we altijd binnen frituren, maar sinds dat we hebben geverfd, hebben we besloten om altijd buiten te frituren. Alleen het begint nu zo hard te regenen buiten, dat mijn vader zegt, nou we doen het wel eventjes naar binnen, voor één keertje kan het niet echt kwaad. Dus ze zei tegen hem, ja we hebben toch een tafel in de schuur, waarom zet je hem dan niet op de tafel? Maar hij zegt, ja het is nu veel te donker, want we hebben geen lampje bij de schuur, bla bla bla. Zeg maar, de volgende keer als het gebeurt, doe je hem gewoon lekker in de schuur, dan sta je droog en dan hoef je er ook geen zorgen om te maken. Maar goed. Nee, dat bijt. Net op tijd, ja. Maar je zal wel niet, misschien moet nog. Zo, we hebben gepofte kipnuggets. Lekker man. Plofkip. Is dat nou beter, plofkip of niet? Nee, ja. Nee. Oké, okay, nou in ieder geval, wij gaan lekker eten. Eet smakelijk. En er zit een haartje om me lekker. 3, 2, 1, go. Oh, mijn camera gaat nat worden. Dat is wel een slim idee. Nee. Oké, okay, guys, wij zijn bij de Albert Heijn. Maar het regent zo hard. Ik dacht, het gaat me wel lukken. Maar het regent echt hard. Dus ik ga mijn camera nu weg doen. Want anders wordt het nat. Dus het is kapot. En dan word ik niet blij. En ik denk jullie ook niet. Hè? Nee. Dus we gaan naar de Albert Heijn. En de enige reden waarom we naar de Albert Heijn gaan is om ijs te halen. En eventjes vogelvoer voor mijn vader. En een dwel. Dus let's go to the Albert Heijn. Wij zijn inmiddels alweer thuis. Ik heb vogelzaad en dwel voor mijn vader gehaald. Ik heb slagroom. Ik heb schoonmaakassijn gehaald. Zo, wat ben jij nieuwsgierig? Nou, zo, wat heb jij gedaan? Heb je een klap op je gezicht gekregen of zo? Nee, niet zo. Het is hier helemaal onder bloed. Kijk. Oh, nee. Je kan jezelf weer niet scheren. Is dat het goede? Ja, toch. Oké, okay, en we hebben ijs gehaald. Ik heb ook nog kattensnoepjes gehaald. En Night of Day gehaald. Dus ik ga nu mijn ijs opscheppen in een bakkie. En eventjes de emmer vullen met terwijl. En dan gaan wij denk ik een serie kijken of zo. We moeten eventjes kijken. Guys, wie's ijsje ziet er lekkerder uit? Welke zou je kiezen? Die van mij of die van Nigel? Die van mij ziet er zo uit. De chocolade ijs, chocolade saus, slagroom en spikkeltjes. En dit is kaneel met aardbeien saus. Wat een combinatie. En slagroom. Sowieso ziet er van mij lekkerder uit. Not. Wel, ik heb lekker ijsje. Wij gaan lekker genieten van ons ijsje. Ik ga nog eventjes... Oh, ik loop even deze kant op voordat je wil pen. Ik ga nog eventjes alle rest van de spulletjes uitpakken. Ik heb ook van deze dingetjes gekocht in mijn kamer. En kattensnoepjes en weet ik wat allemaal. Kattensnoepjes en zo. Dus
Wat gaan we doen? Serie kijken? YouTube kijken? Gaan we kijken YouTube? We gaan even wat kijken op YouTube en gewoon even gezellig samenpiezen. De avond doorbrengen, hè? Dit is misschien wel een leuke tips. Ik ben vandaag echt van de tips. Ik heb bij de supermarkt heb ik een blokje zeep gekocht. Gewoon een blokje zeep wat lekker ruikt. En ik vind deze wel echt lekker ruiken. En als je een kledingkast hebt en je hebt allemaal kleding opgestapeld of hangen desnoods, leg het dan in een hoekje, dit zeep. En dan gaan al je kleding ruiken naar dit zeepje. Het is heerlijk. Het blijft lekker verfrissend. En als je dan... Stel je voor een wasje hebt gedraaid en je legt het in de kast. Die heb je bijvoorbeeld 5 weken niet aangeraakt. En je vindt hem een beetje muf ruiken. Dit helpt echt tegen. Hierdoor blijft je kleding lekker ruiken. Dus een goede tip van de dag. Je kan ook hele goedkope zeep nemen. Ik heb deze genomen omdat ik deze gewoon lekker vind ruiken. En die ga ik nu eventjes uitpakken. En dan leg ik hem gewoon hier soms achter. Helemaal achter in het hoekje leg ik hem neer. En dan gaat heel mijn kast ruiken. En al mijn kleding ruiken. Nou, zeep. Goeie tip, toch? Ja. Vind ik ook. Plus, als je dat zeepje niet meer wil, kun je hem altijd nog gebruiken in de douche. Of als het omhandeld was. Want dit is gewoon handzeep, by the way. Dus je kan hem eigenlijk voor alles gebruiken. In je kast als kleding verfrissen, kan ik dat zo noemen? Ja. Ja? Mm-hmm. Dus een handige tip misschien als jij vindt dat je kleding een beetje muf begint te ruiken in je kledingkast. Leg gewoon een handzeepje er neer. Nigel is inmiddels al in huis en ik zit nog eventjes lekker tv te kijken met wat chippies. Maar ik heb een hele leuke kat die ook graag van chippies houdt. Dus let op. Niet stikken. En ik zit nu al heel de tijd zit ik zo. En elke als ik een chipje pak, gaat ze met de pootje en probeert het zo weg te slaan. En moet je opletten. Ik ga er nog eentje gooien. Ik weet, ze mag het niet hebben, maar nog eentje. Let op. Ze rent er gewoon achteraan. En nu gaat ze onder het bed zitten en gaat ze hem opeten. En dan komt ze zo weer terug. Wacht maar. En daar is ze weer. Daar gaan we weer. Vond jij deze vlog nou leuk om naar te kijken? Beloof dan zeker met een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer op mijn YouTube kanaal. Het is gratis. En dan zie ik jou morgen bij een nieuwe vlog. Doei doei!